neerzetten. Dankjewel. Nogmaals, welkom. Heel kort even toch weer de reden waarom LexisNexis dit doet en wat LexisNexis nou eigenlijk is en wie we zijn. In eerste instantie toch even het belangrijkste, wat ik het belangrijkste vind, is dat LexisNexis is met name van belang om kennis te delen. Bijvoorbeeld die rode stip die u nu op het scherm ziet, dat is onze knowledge burst. Eigenlijk is dat het hart van LexisNexis. We willen kennis delen. We hebben natuurlijk heel veel data. En zoals u hier kan zien, verdelen we die data ook op verschillende doelgroepen. En vandaag zitten we dan voor risk and compliance, maar we hebben ook webinars voor research, we hebben webinars voor media monitoring, we hebben webinars voor patent. Omdat we nou eenmaal zoveel data hebben, willen we ook gewoon die data laten zien hoe we dat ontsluiten. Nou, vandaag zoomen we in op het aspect sancties. En Sebastian Benning zal toelichten hoe de huidige wetgeving gaat, hoe de strijd tussen China en Amerika, wat voor effecten dat heeft. En hij zoomt ook in, wat ik heel interessant vind, op de Brexit-situatie met betrekking tot de sanctie. Omdat, ja, weet je, de Engelsen waren echt wel toch wel de voorvechters voor sanctielijsten. En kijken hoe dat dan nu in Europa zich verder gaat afspelen. Ja. Zoals ik al zei, heel veel data. LexisNexis als een dochter of onderdeel van RELX en samenvoeging van Elsevier. Proberen wij die data op een goede en ja, interessante manier te ontsluiten. Voor bijvoorbeeld in dit geval mijn tak van sport dan de risk and compliance. En dat betekent dat je dus met onze systemen je hele klantenbestand zou kunnen checken dagelijks. Of één klant die je wil onboarden, zou je kunnen checken. Je kan online checks doen. Je kan echt met onze tools en onze systemen kan je eigenlijk heel erg veel. En vandaar dat we dus ook altijd zeggen van nou, weet je, vraag gewoon wat we kunnen, want we kunnen waarschijnlijk uw problemen of uw huidige situatie verbeteren of ondersteunen of ja, versnellen. Nou, als we dan naar de volgende slide gaan, dat is meer om toch nog even aan te geven hoe wij de zaken zien. Kan ik de volgende slide krijgen, Sebastian? Want kijk, als we naar bijvoorbeeld weer inzoomen op compliance, dan zien we de wereld van compliance als simplified due diligence. Nou, daar hebben we systemen voor. Dan kun je gewoon je high-level check doen tegen alle sanctielijsten, PEP-lijsten, watchlists. Maar je hebt ook de wat diepere dive intelligence check. Die doen we dan weer met bijvoorbeeld Nexus Diligence, waar al onze data in zit, waar je dus echt. Tegenwoordig ook met UBO data, credit scores, sanctielijsten, watchlisten, negative news, licensed negative news. Speciaal in Nederland natuurlijk heel belangrijk en heel actueel momenteel. Dat zit daar weer in. Dus weet je kan met ons echt gewoon alle kanten op. Dat is even wat deze slide wil laten zien. Ja, de volgende slide die wil eigenlijk gewoon in laten zien van ja, hoeveel. Ja, hoeveel bronnen hebben we dan eigenlijk? Waar praten we nou eigenlijk bijvoorbeeld over als we het over het nieuws hebben? Nou, global hebben wij 40.000 bronnen in 150 landen. Nou, en dat is dus de kracht van LexisNexis. We hebben zoveel data dat als je met onze tooling aan de gang gaat, dan heb je toch echt wel een goede basis en onderbouwing van je search en van je quest. En dan gaan we naar de laatste intro slide, want ik ben weer veel te lang aan het woord. Nou, een van de, hè, om eens een beetje klein beetje visueel te maken, de diligence tool. Je krijgt gewoon heel snel te zien van hoeveel resultaten, nou dit is wel extreem, maar je krijgt heel snel te zien hoeveel resultaten er zijn in het nieuws, in de UBO-data, in de bedrijfsdata. En op basis daarvan kan je verder je research doen. Dat betekent dat een compliance specialist of een onderzoeker heel snel kan inzoomen op dat wat hij wil weten en dat wat hij moet weten. Dus er gaat niet heel veel tijd verloren aan zoeken. Nee, je kan meteen inzoomen. Dus je hele proces van compliance gaat zich steeds meer richten met onze systemen op het daadwerkelijke compliance en niet op het zoeken naar data.
En ik denk dat dat voor heel veel onderzoekers heel belangrijk is. En bijvoorbeeld bij Diligent, je kan heel makkelijk selecteren en je kan heel makkelijk rapporten maken. Je hebt een audit trail, alles wordt vastgelegd, alles is aantoonbaar, alles is via bijvoorbeeld een PDF vast te leggen. Dus je kan alles gewoon ook in je klantfile opslaan. Nou, eigenlijk is dat even in de notendop. En natuurlijk wil ik daar graag meer over vertellen, maar dat doen we niet dit webinar. Dus mocht u hier meer over willen weten en wat LexisNexis kan betekenen op risk en compliance gebied, nou, by all means, aan het einde is een poll. Klik aan en dan neem ik of mijn collega François Dieleman, neem contact met u op en dan praten we u bij over wat wij kunnen. Nou, dan komen we eigenlijk nu bij het belangrijkste onderdeel en dat is natuurlijk het webinar. Met betrekking tot de sancties. Sebastiaan is zo vriendelijk geweest om tijd vrij te maken voor ons en voor u. Om u weer op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen. En de nieuwste dingen, zoals ik al zei, die gaan spelen bijvoorbeeld door een Brexit. Ik denk dat ik het lang genoeg heb gedaan weer. Ik wil het woord geven aan Sebastiaan en dan hou ik verder de chat bij. Dus als u vragen heeft, stel ze in de chat. Dan probeer ik ze op een gunstig moment aan Sebastiaan te stellen. Mag ik aan jou het woord geven, Sebastiaan? Zeker, dankjewel Paul. En dank ook voor de introductie. Erg interessant. Mijn naam is Sebastiaan Bennink. Ik ben advocaat bij Bennink Amar. We zijn een boutique kantoor dat zich richt op sanctieregelgeving, exportcontroleregelgeving en alle andere compliance kwesties die daar verband mee houden. Dat even in het kort over mij. LexisNexis heeft mij gevraagd om dit webinar te presenteren. Dank voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat iedereen gezond is en dat ook bij iedereen in de omgeving iedereen gezond is. En hopelijk kunnen we elkaar snel weer ook in persoon ontmoeten. Want de wereld van het sanctierecht is een zeer dynamische. En om daar met collega's over te spreken en geïnteresseerden is toch wel het meest interessante wat er is. Sancties in 2020 en hoe daar als bedrijf praktisch mee om te gaan. Ik kijk ook een klein beetje over de jaarwisseling heen richting 2021. En de onderwerpen die ik vandaag wil bespreken staan hier uiteengezet. Ik heb ook een beetje ingespeeld op het niveau, op het kennisniveau. Omdat ik daar niet helemaal bekend mee ben, ga ik toch nog kort in op een aantal basisonderwerpen van nou ja, hoe werkt dat sanctierecht nou, waar bestaat het uit, wat is de rijkwijde. En dan ga ik verder op de ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen Amerika en China, welke ik interessant vond het afgelopen jaar. Brexit en de impact op het Europese sanctiebeleid. Heb ik nog een casus en wat praktische tips om mee af te sluiten. Ik heb ook niet alle tijd om echt de diepte in te gaan. Gezien de tijd van het webinar. Maar mochten jullie na de hand nog vragen hebben of kwesties waar jullie over zouden willen spreken met mij of met LexisNexis, dan is daar de gelegenheid voor via de poll en dan nemen we contact met jullie op na de hand. Goed, zoals gezegd, wat zijn economische sancties nou? Het zijn politieke instrumenten die worden gebruikt door de internationale gemeenschap op nationaal niveau om te sturen, om het gedrag van bepaalde landen te sturen of te bestraffen ten einde de internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. Althans, dat is zoals dat in de preambules van de wetgeving allemaal staat opgenomen. De ugly truth is helaas wel dat sancties erg politiek gevoelig zijn. Vragen over goed of slecht zijn in principe irrelevant. Er is nauwelijks tot geen waarschuwing voordat sancties worden opgelegd. Sancties met name vanuit de VS hebben een verstrekkende extraterritoriale werking. Dat kan dus ook betekenen dat, zeker vanuit Amerikaans perspectief, indien er geen enkele connectie is met het Amerikaanse rechtssysteem, dat sancties vanuit Amerika toch nog effect kunnen hebben op een transactie. Ja, dat zijn wel zaken om rekening mee te houden wanneer men
te maken heeft met het sanctierecht of zaken doet in landen waar sancties tegen zijn ingesteld. Een rule-based in plaats van risk-based toepassing. Dus de wet is de wet. Het is niet zo dat bedrijven ten aanzien van het sanctierecht hun risico mogen bepalen en op basis daarvan hun compliance moeten instellen. Voor financiële instellingen is dat wat anders, maar in principe is dat als u onder de sanctieregelgeving valt als bedrijf, dan hebt u zich te houden aan die regelgeving en die is zeer zwart-wit. Iets is toegestaan of niet, of er is een vergunning nodig of niet. En de consequenties bij overtredingen die zijn in potentie vrij ernstig. Ook met name omdat er een mogelijkheid bestaat tot strafrechtelijke handhaving van het sanctierecht. En wat zijn nou eigenlijk de bronnen van het sanctierecht? Allereerst hebben we daar sancties die worden opgelegd vanuit de Verenigde Naties via resoluties. Die worden aangenomen. Dat werkt niet altijd, omdat in de VN-veiligheidsraad ook nog wel eens een veto wordt uitgesproken ten aanzien van het opleggen van bepaalde sancties. Zie bijvoorbeeld het Rusland-sanctieregime vanuit de EU en vanuit de VS. Dat is er niet vanuit de VN, omdat Rusland dat vetoot. Maar ook het Syrië-sanctieregime vanuit de EU en de VS, dat is ook niet vanuit de VN, om diezelfde reden. Nou ja, dan heb je wel nog op een tweede niveau, bijvoorbeeld vanuit de Europese Unie, dat er sanctieregimes worden opgelegd, bijvoorbeeld tegen Syrië of tegen Rusland. Maar ook op nationaal niveau kunnen sancties worden opgelegd. Nederland heeft een eigen terrorisme-lijst, maar de meest bekende sancties op nationaal niveau zijn die vanuit Amerika. Dus dit zijn in het kort de bronnen van het sanctierecht waar men sanctieregelgeving kan vinden en op welke niveaus dat zich afspeelt. Dan nog een korte slide over de handhaving van sancties in Nederland althans. En die handhaving, als de wetgever die stelt sanctieregelingen in op basis van al dan niet VN-resoluties of Europese regelgeving. Dat doet de wetgever op basis van de sanctiewet 1977. En overtredingen van het sanctiewet, die worden, de bestraffing daarvan, die worden beschreven in de wet economische delicten, WED. En hoe ziet de toepassing er dan uit? In geval van een opzet spreekt men van een misdrijf en anders is er sprake van een overtreding, waarbij de maximale boete kan oplopen tot €830.000 of indien de rechter daartoe aanleiding ziet onder bepaalde omstandigheden, dan kan er worden gekozen voor een boete van 10% van de jaaromzet van de moedermaatschappij. Dus dan kan die boete flink oplopen indien die jaaromzet van de moeder een aanzienlijk is. Dus dat is even over de orde van grootte waar we over spreken als we het hebben over boetes die kunnen worden opgelegd. Maar er is ook sprake van eventuele persoonlijke aansprakelijkheid. Voor betrokkenen met een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. In Nederland zien we dat daar nog minimaal gebruik van is gemaakt. Er zijn een beperkt aantal strafzaken waarin daar gebruik van gemaakt. Maar de wettelijke mogelijkheid is er. Dus dat is ook wel degelijk iets om rekening mee te houden. En betrokken managers die hun verantwoordelijkheid moeten komen. Die een verantwoordelijkheid moeten afleggen bij de rechter, die voelen daar ook in de aanloop naar zo'n rechtszaak ook wel de consequenties van. En die zijn niet altijd even prettig. Voor financiële ondernemingen geldt een bestuurlijke boete in de tweede categorie van maximaal €1 miljoen. In verband met naleving van de administratieve organisatie en de interne controle. Voorheen was dat boetecategorie 1. Sebastian, mag ik even een vraag tussendoor gooien? Ja. Die persoonlijke aansprakelijkheid en gevangenisstraf, is dat al een keer voorgekomen of is dat gewoon puur dreiging?
Nee, dat is inderdaad alle. Er zijn inderdaad al wel gevangenisstraffen opgelegd. In één kwestie was dat echter wel omdat het bedrijf inmiddels failliet was gegaan. En het OM ook niet meer, niet anders kon dan de betreffende directeur te vervolgen. Ja, in die kwestie zag je dus dat de betrokken directeur een gevangenisstraf opgelegd kreeg. Oké, dank je. Gaan we naar de reikwijdte van Europese sancties. En Europese sancties zijn in principe van toepassing op alle EU-entiteiten, inclusief bijkantoren in en buiten de EU, ook als zij buiten de EU opereren. Dat geldt niet voor dochterondernemingen, bijvoorbeeld die in Rusland gevestigd zijn. Daar zijn de sancties niet op van toepassing, wel op bijkantoren dus. Op alle personen met een EU-nationaliteit, ook indien zij zich buiten de EU bevinden. Dus indien u onderdaan bent van een EU-lidstaat en zich buiten de EU bevindt, dan is ook EU-sanctieregelgeving op u van toepassing. Op alle personen met een niet-EU-nationaliteit voor zover zij zich in de EU bevinden. En op niet-EU-entiteiten voor zover zij zaken doen binnen de EU. En dan komen we op de sancties en reikwijdte van het Amerikaanse sanctierecht. En daar spreekt men van een zogenaamde US Nexus. Die wordt gecreëerd indien men de betrokkenheid van het Amerikaanse primaire sanctieregime tot stand wil laten komen. En de US Nexus wil eigenlijk zoiets zeggen als een connectie tussen enerzijds het Amerikaanse rechtssysteem en de specifieke transactie. En die kan onder andere tot stand komen door betrokkenheid van US persons. US persons, die definitie in het kort zijn dat personen met een Amerikaanse nationaliteit of een green card. Entiteiten die zijn opgericht naar het recht van de Verenigde Staten. Branches, bijkantoren dus. En soms dochterondernemingen van Amerikaanse entiteiten. Iedereen die zich in de Verenigde Staten bevindt. Dus ook, daar zou ik specifiek willen attenderen op directeuren van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij transacties in Rusland of Iran. Steeds minder overigens. Maar ook dat kan natuurlijk als je als directeur van een Europees bedrijf betrokken bent bij een transactie in een van die landen, dan naar de VS afreist en ja, toevallig een e-mail, een inhoudelijke e-mail met betrekking tot de transactie in Rusland of Iran ontvangt in de Verenigde Staten en daarop besluit te antwoorden. En op het moment dat je dat doet, dan kan het dus zijn dat de Amerikaanse autoriteiten met je meekijken. Ja, NSA die kijkt nu eenmaal mee. En ja, dan ben je eigenlijk die transactie op Amerikaans grondgebied aan het uitvoeren. En dat, die transactie zal dan naar alle waarschijnlijkheid ook onder dat sanctierecht vallen. En dan kan het dus zijn dat je in Amerika staande wordt gehouden. Hè? En dat je dus onderwerp wordt van een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten. Wij hebben dat in onze dagelijkse praktijk ook aan de hand gehad. Dus dat is zeker geen theoretische mogelijkheid. Ja, bijkantoren van niet-VS-entiteiten die in de VS aanwezig zijn, die vallen ook onder de definitie van US person. Dan kan die US Nexus ook tot stand komen door zogenaamde, of ja, door betaling via Amerikaanse dollars met een clearing in de VS. Dat betekent dat als je gebruik maakt van cashbetalingen of dollars in cashbetalingen, dan valt zo'n transactie daar niet onder en dan zal er geen nexus tot stand komen. Maar op het moment dat je wel via een Amerikaanse financiële instelling dollars laat clearen, dan maak je eigenlijk gebruik van die Amerikaanse bank, een US person. En dan valt de transactie ook onder de reikwijdte van het Amerikaanse sanctierecht. De re-export van Amerikaanse goederen. Vanuit Europa of vanuit andere landen, daarmee creëer je ook een US Nexus. En de uitvoer van goederen
waarin 10 tot 25% zogenaamde controlled US origin content in verwerkt is. En dan spreek je over producten die hier worden geproduceerd, maar waarin een bepaald percentage naar waarde Amerikaanse origin content is verwerkt, dan wordt het hele product gezien als Amerikaans en daarmee valt het dus onder de Amerikaanse regelgeving. Let hier goed bij op dat percentage ook met de aanstaande verandering in Amerikaanse presidentschap zal dat percentage naar nul worden teruggebracht. Dus de Amerikanen willen er naartoe werken dat als er ook maar een product van Amerikaanse origine verwerkt is in een Europees product, en dat product is ook, valt ook onder de Amerikaanse regelgeving als controlled, dan wordt dat hele Europese product als Amerikaans beschouwd. Dan heb je nog tot slot, want hiervoor zei ik al, bereik in US Nexus ten aanzien van het US Primary Sanctions Regime, maar dan heb je ook nog de vreemde eend in de bijt, het Amerikaanse Secondary Sanctions Regime. En dat sanctieregime heeft dus een dusdanige extraterritoriale werking dat dit regime ook van kracht is indien er geen enkele connectie met het Amerikaanse rechtssysteem is. En dit secundaire sanctieregime wordt in beperktere mate toegepast, maar is bijvoorbeeld van toepassing tegen Iran en ook Cuba. Maar we zien ook dat dat nu ten aanzien van Nord Stream 2, dat die secundaire sancties hun werking krijgen. En ja, ook met de eventueel nieuwe president zien we daar niet dat daar een wijziging in beleid zal plaatsvinden. Dus dat secundaire sanctieregime is voor Europese bedrijven die handelen in het buitenland en die menen geen enkele connectie met Amerika te hebben in die specifieke transactie, toch nog iets om rekening mee te houden wanneer zij in landen als Rusland, bijvoorbeeld bij het Nord Stream 2 project, maar ook als zij in Iran handelen, om rekening mee te houden. Zeker wanneer je ook bijvoorbeeld nog een bijkantoor hebt in de VS of handelt op de Amerikaanse beurs. Dan is het wel degelijk een sanctieregime om rekening mee te houden. Ik heb even een klein vraagje, Sebastian. Ja. Of je nog een heel klein beetje zou kunnen vertellen over die re-export? Dat was kennelijk niet helemaal helder overgekomen. Ja, nee, geen punt. Re-export houdt eigenlijk niet meer in dan dat een product eerst wordt uitgevoerd vanuit de VS. En vervolgens wordt doorgevoerd naar buiten. Vanuit dat derde land waar het product zich bevindt naar weer een ander land. En op die manier spreekt men van re-export van Amerikaanse goederen. Is dat helder, Paul? Ja, voor mij nu wel. Dus ik hoop dat de vraagsteller dit ook zo vond. Ja, kennelijk wel. En dan heb ik nog twee vragen, die doe ik even in één. Trump... Ja. Ja, sorry dat ik dan even wat allemaal doe, maar Trump heeft natuurlijk dat verdrag met Iran opgezegd. Ja. Is er al zicht op of dat wordt teruggedraaid of blijft dat zo gehandhaafd, denk jij? Voor het moment wat wij zien is dat de houding vanuit Amerika op dit moment ten aanzien van Iran behoorlijk bipartisan is. Dat zowel democraten als republikeinen aan beide kanten van de aisle elkaar daar vinden wat betreft hun standpunt ten aanzien van Iran op dit moment en de wijze waarop Iran omgaat met onder andere de nucleaire ontwikkeling van nucleaire technologie. En de verwachting is niet dat een verandering in presidentschap daar op korte termijn wat aan gaat veranderen. Het zou wel goed kunnen dat verder, naarmate het presidentschap van president Biden vordert, dat daar een heroverweging plaatsvindt, maar op de korte termijn zeker niet.
Men ziet daar wel Trump natuurlijk als vooraanstaand voorvechter ten aanzien van het Amerikaanse beleid ten aanzien van Iran. Maar intern vinden de partijen elkaar daar in hoge mate. En is Iran toch wel echt een hoofdpijndossier voor zowel democraten als republikeinen. Ja, oké. Dank je. Graag gedaan. Ja, en de ontwikkelingen in de handelsoorlog tussen Amerika en China. Het is een onderwerp dat steeds meer in het nieuws is gekomen. Steeds langer, steeds veelvuldiger ook in het nieuws komt. En ook Nederland blijkt niet ongeschonden, althans Nederlandse bedrijven blijken niet ongeschonden uit die strijd te komen. Heel even kort. Wat speelt er nou eigenlijk? En in 2015 heeft China Made in China 2025 aangekondigd. Dit is een strategisch plan gestart om de afhankelijkheid van China van buitenlandse technologie te verminderen. En Chinese technologische fabrikanten op de wereldmarkt te promoten. En het doel is om deze doelstelling te bereiken in het jaar 2025, 10 jaar na invoering van dit plan. En al in 2016, voordat Trump gekozen werd, kondigde hij al in zijn verkiezingscampagne aan een andere koers te willen varen ten aanzien van China. En dat, dat komt met name dus door dat Made in China 2025 plan. En in 2017 draait een afspraak om binnen 100 dagen tot een oplossing te komen tussen de frictie, voor de frictie tussen de twee landen. Die loopt spaak. En kort daarna kondigde Trump aan een onderzoek aan naar vermeende diefstal van intellectueel eigendom door China. En die diefstal van intellectueel eigendom, dat onderzoek komt niet uit de lucht vallen. En omdat al in 2003 Cisco Huawei bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal van intellectueel eigendom. En China al wel, en met name ook Huawei, redelijk bekend komt te staan als recidivist als het aankomt om diefstal van IP. Dat leidt vervolgens tot echt een handelsoorlog tussen Amerika en China, opheffing van handelstarieven. Maar in 2017 komt de Amerikaanse overheid ook tot een schikking met een producent van telecomapparatuur, een Chinese telecomproducent, ZTE, van bijna $900 miljoen voor het omzeilen van Amerikaanse, Iran en Noord-Korea sancties. En als klap op de vuurpijl vaardigt president Trump in 2019 een executive order uit, welke het gebruik van telecommunicatieapparatuur van buitenlandse bedrijven biedt, welke als nationaal veiligheidsrisico worden gebruikt of beschouwd. Executive order wordt Huawei niet met zoveel woorden genoemd, maar het Amerikaanse Department of Commerce hangt daar wel een bepaalde zogenaamde entity list aan. En daarop wordt ook Huawei, onder andere ook Huawei, genoemd als land waar dus, als bedrijf dat onder deze beperkingen valt. Ja, en hoe wordt Nederland daar nu door geraakt? Nederlands bedrijf ASML heeft in 2018 een uitvoervergunning ontvangen van de Nederlandse overheid van een zogenaamde EUV-machine. En dat is een machine waarmee de productie van de snellere microprocessoren en geheugenchips mogelijk wordt gemaakt. En die chips worden bijvoorbeeld gebruikt in computers en mobiele telefoons. In dat apparaat is alleen ook wel dual-use, zogenaamde dual-use technologie verwerkt. En dat is technologie die voor zowel civiele als militaire toepassing kan worden gebruikt. En daar dient dus ook een uitvoervergunning voor aangevraagd te worden. In 2018 ontvangt ASML die, maar in 2019 wordt die vergunning niet verlengd. En dat komt eigenlijk door
naar aanleiding van druk vanuit de VS, met name ook vanuit president Trump op premier Rutte, om die exportvergunning niet te verlenen. Dat komt ook dat de Amerikanen niet willen dat die technologie in Chinese handen valt. En als klop op de vuurpijl hier in dit punt wijzigt Bureau of Industry and Security de zogenaamde Foreign Direct Product Rule. En deze regel die zegt eigenlijk dat onder andere non-US made items onder de vergunningplicht van de Amerikaanse overheid vallen indien het item onderhevig is aan de Amerikaanse nationale veiligheid. En daarmee scharen ze dus eigenlijk ook deze EUV-machine onder deze regelgeving en zal dus ook ASML een vergunning dienen aan te vragen bij de Amerikaanse autoriteiten. Wil zij nog deze machine uitvoeren? En die krijgen ze natuurlijk niet. Dat zeker althans niet voor China. Wel voor Amerika, maar niet voor China. Hoe kenmerkend. Dat doet de Bureau of Commerce, of de Department of Commerce natuurlijk, in het kader van die handelsoorlog. En ik heb ook de guidelines toegevoegd die hiervoor gelden. Dan kunt u die op uw, in uw eigen tijd nog eens doornemen. Interessant ook te lezen hoe de Bureau of Industry and Security daarmee omgaat. We zien dit nu ten aanzien van ASML. Het is natuurlijk een zaak die uitvoerig in de publiciteit is geweest. Maar ook hier is de verwachting dat de Amerikaanse overheid ten aanzien van China geen ander beleid zal voeren. Ook omdat dit onderwerp bipartisan is, dus zowel vanuit democratische als republikeinse zijde wordt gesteund. En het kan dus zo zijn dat indien de Amerikanen op enig moment vinden dat ook de technologie die andere Nederlandse of Europese bedrijven onder deze regelgeving moet vallen, dat daar dan rekening mee gehouden moet worden voor de eventuele uitvoer naar China. En dat het dus ook zeker kan dat er een voorafgaande vergunningplicht geldt bij de Amerikaanse autoriteit. Sebastian, mag ik even iets vragen? Dit gaat wel heel ver. Is Nederland daar... Nederland is daar niet uniek in. Dat geldt natuurlijk voor heel Europa, denk ik, of niet? Voor alle partijen die met China zouden zaken willen doen. Ja, inderdaad. Dat klopt. En als stel ASML doet dat dan toch. Trekt Amerika dan de stekker uit zo'n bedrijf? Of wat gaan ze dan doen? Heb jij daar... De stekker uit ASML trekken zal niet zo snel gebeuren. Maar ASML heeft natuurlijk grote belangen in Amerika. En dat is natuurlijk wel een onderhandelingspositie die Amerika dan zal innemen in het eventueel bestraffen van ASML voor het wel of het toch handelen met China ondanks deze beperkende maatregelen. Mm-hmm. Ja. Dank je. Graag gedaan. Ja, Brexit en de impact op het Europese sanctiebeleid. Het is dan ook een interessant onderwerp dat vanaf begin dit jaar is gaan spelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU natuurlijk op 31 januari van dit jaar verlaten. En zit nu in een overgangsperiode van 11 maanden. Europese sancties blijven dan ook van toepassing in het Verenigd Koninkrijk tot 23 uur op 31 december 2020. En alle UN en EU-sancties zullen gedurende deze tijd in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd via EU-wetgeving. Echter, in 2018 heeft het Verenigd Koninkrijk ook al eigen autonome wetgeving aangenomen.
de Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, SAMLA ook wel genoemd. En de SAMLA dient een kader waarbinnen de Verenigd Koninkrijk sancties kan opleggen en aanpassen na haar vertrek uit de EU. En deze regelgeving maakt het verder ook mogelijk dat de thans geldende sancties ononderbroken van toepassing blijven wanneer de Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. En dan via nadere Britse wetgeving onder SAMLA zal het Verenigd Koninkrijk bestaande EU-sancties omzetten in Britse wetgeving. En hoeveel UK en de EU herhaaldelijk hebben verklaard van plan te zijn zoveel mogelijk te coördineren op het gebied van sanctiebeleid, zijn er al tekenen van mogelijke divergentie. En waardoor bedrijven die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk ook mogelijk verplicht worden om hun nalevingspraktijken voor sancties aan te passen. En dat zie ik eigenlijk wel ook als een van de belangrijkste veranderingen die Brexit teweeg kan brengen op het Europese sanctiebeleid. Namelijk het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Verenigd Koninkrijk, Paul haalde het zojuist al even kort aan, was een belangrijke voortrekker van het Europese gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid. En het Verenigd Koninkrijk treedt daar nu uit. En die actieve en invloedrijke houding die het Verenigd Koninkrijk daarin nam, die zal nu door een andere lidstaat moeten worden overgenomen. Ook als je kijkt naar de samenstelling van de sanctielijsten van de EU, daar was het Verenigd Koninkrijk daarvoor zo ongeveer 80% verantwoordelijk voor. En dat zal nu moeten worden aangepast. Daar zie ik wel echt voor de EU in ieder geval een uitdaging. Hoe daarmee om te gaan. Sebastian, mag ik daar iets over vragen? Ja hoor. Zou het niet zo kunnen zijn dat de EU zegt of blij is dat de Verenigd Koninkrijk vertrekt en dat ze dus milder kunnen worden? Ja, ik denk niet of Europa milder wil worden ten aanzien van van hun eigen sanctiebeleid. Ik weet ook niet in hoeverre de EU daar blij mee is dat het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Ik weet wel dat het voor Europese bedrijven betekent dat er een additioneel sanctieregime komt waar zij rekening mee hebben te houden indien zij ook deelnemingen hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dus er zal bijvoorbeeld, als je als internationaal opererend bedrijf in de VS zit, in de UK, maar ook in de EU, zul je aan drie verschillende sanctielijsten moeten controleren met wie je te maken hebt. Je zal naar verschillende vergunningsstelsels moeten kijken. Maar ook rekening mee moeten houden dat in het Verenigd Koninkrijk strafrechtelijke vervolging nu ook mogelijk is en dat gevangenisstraffen tot 10 jaar opgelegd kunnen worden. Dus dat zijn wel degelijk veranderingen die voor Europese bedrijven het lastiger maken wat betreft hun handel indien nu het Verenigd Koninkrijk eruit treedt. Voor wat betreft het beleid, ja, daar zie je dat Europa met de overgebleven lidstaten veel al nog in discussie is en het Verenigd Koninkrijk veel gedegener te werk kan gaan. En dat brengt mij tot de volgende slide ook, Paul. Namelijk hoe bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk omgaat met de human rights, haar eigen human rights sanctions regime. Daar zie je dat Europa daar nog steeds over spreekt, over het instellen van zo'n sanctieregime. Maar UK heeft dat al op 6 juli van dit jaar geïntroduceerd. Ja, het zijn ook wel de UK Magnitsky sanctieregels worden die genoemd. Er zijn beperkende maatregelen die zien op onder andere het bevriezen van tegoeden
en het opleggen van reisverboden aan personen en entiteiten waarvan na het oordeel van de Britse regering bekend is op redelijke wijze wat vermoedt dat ze betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten. Magnitsky was een Russisch advocaat en die is op dubieuze wijze om het leven gekomen. En Amerika heeft al in 2012 een soortgelijk sanctieregime ingesteld, Canada in 2017. En Europa kwam daar maar niet toe. En dat is een van de dingen waar UK, zodra ze uit de EU waren gestapt, echt direct heeft gezegd, dat willen wij wel instellen. En Europa volgt daar nu pas in. Die gesprekken die worden daar nu over gevoerd. Terwijl het Verenigd Koninkrijk nu al 49 personen en entiteiten heeft bestraft onder dat sanctieregime. Dus daar zie je dat het Verenigd Koninkrijk veel voortvarender te werk kan gaan. En ja, hoe Europa haar beleid zal aanscherpen, dat ik weet niet of zij daar een mildere positie in nemen. Ik denk dat het sanctierecht steeds meer als politiek instrument wordt gebruikt om bepaalde bepaald gedrag te bestraffen of aan te passen. Mm-hmm. Ja. Goed, wat langere beantwoording van die vraag heeft mij ook al direct deze volgende slide doornemen. Dit zijn natuurlijk wel interessante ontwikkelingen en ook zeker voor wat ik zojuist al aangaf, als je zowel in de EU als ook in het Verenigd Koninkrijk zit als bedrijf, dan zul je dus ook rekening mee moeten houden met de beperkende maatregelen die het Verenigd Koninkrijk nu al heeft ingesteld. En dus ook de lijsten daar zal moeten controleren of je daar geen zaken mee doet met die persoon of entiteiten. Wilde ik tot slot nog een casus uit onze praktijk en daaraan gekoppelde praktische tips behandelen. Dat is een casus die onder andere het gevolg is van een actieve houding van het Nederlands Openbaar Ministerie. Dat op dit moment in Nederland eigenlijk sinds 2017 actief betrokken of actief overtredingen van economische sancties en exportcontrole aan te volgen is. En het beleid is eigenlijk op dit moment, indien een overtreding wordt geconstateerd en er wordt besloten om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging of een strafrechtelijk onderzoek, dan is er geen mogelijkheid meer om tot een buitengerechtelijke schikking te komen. En indien de uitkomsten van het onderzoek dat rechtvaardigen, zal dus ook worden overgegaan tot strafvervolging. Dus buitengerechtelijke schikking is in dat opzicht, althans onder het huidige beleid van het OM, niet meer mogelijk. En nogmaals, dat geldt ook voor eventueel betrokken individuen. En de casus die ik hier wilde bespreken, omdat die eigenlijk zo kenmerkend is voor hoe je sanctiescreening zou willen inrichten, maar ook op welke wijze het makkelijk fout kan gaan, is een casus waarbij een leverancier van elektromaterialen een order krijgt van een Iraanse universiteit. De leverancier controleert de koper slash ook de eindgebruiker, die Iraanse universiteit, tegen de EU-Iran sanctielijst. Het blijkt dat die lijst die de leverancier controleert, blijkt die universiteit niet opgenomen te zijn en gaat over tot de verkoop en levering van de materialen. Maar wat blijkt is dat de leverancier de verkoper van het product niet de meest recente geüpdate sanctielijst heeft geraadpleegd. En dat de gesanctioneerde Shahid Behesheti Universiteit betreft. En hij heeft daarmee dus geleverd aan een gesanctioneerde entiteit. En zoals eerder gezegd, die regelgeving is nogal zwart-wit. En het OM besluit over te gaan tot vervolging van de leverancier voor opzettelijk overtreden van het Iran sanctieregime door levering van isolatiekastjes aan een gesanctioneerde Iraanse universiteit. De transactiewaarde in deze kwestie was 500 euro. Om even te schetsen dat het OM dus ook
ja, het zogenaamde laaghangende fruit target, zo niet met name target. En dat dus het wel degelijk van belang is dat u ja, de meest recente sanctielijsten controleert wanneer u handelt met landen die onder een EU dan wel Amerikaans of Verenigd Koninkrijk sanctieregime vallen. En dat u daar goed op let met wie u handelt. Dat u ook weet met wie u handelt. En dan zal ik ook ingaan op de tips van ja, wat moet je eigenlijk weten wanneer je handelt met landen die onder een sanctieregime vallen. Ken de klant. Weet wie de klant is, wie en welke industrie zij opereren. Ken de aandeelhouders van de klant, ken de bestuurders. Doe daar ook onderzoek naar. Een thema dat ik hier niet heb behandeld, maar de enerzijds ook niet gesanctioneerde entiteiten kunnen indirect eigendom zijn van een wel gesanctioneerde entiteit, indien zij voor meer dan 50% in eigendom zijn van een gesanctioneerde partij. Dus dat is ook belangrijk, dat verdergaande onderzoek. Ken het ontvangende land. Is er een sanctieregime tegen van kracht? Maar of is het land bekend als doorvoerland? Hoe spijtig ook, maar bijvoorbeeld Turkije of China staan wel echt bekend als landen, als doorvoerlanden voor bijvoorbeeld Iran, Rusland, maar ook China als doorvoerland naar Noord-Korea. Dus ken het ontvangende land en zorg ervoor dat je de nodige maatregelen treft. Die zal ik hierna ook bespreken. Ken je product of de dienst die je levert? Is het dual use of niet? Is het dus zowel geschikt voor civiel als militair gebruik? Is het product eventueel geschikt voor de nucleaire industrie? Dan zullen er weer aanvullende regels voor gelden. Ken het eindgebruik van het product? Is het eindgebruik civiel of is het militair? Ken de eindgebruiker? Misschien dat de directe klant niet de eindgebruiker is. Dan zul je ook navraag doen, moeten doen over wie de eindgebruiker van het product is. In sum, en voor de hand liggend, ken dus de transactie waar je mee bezig bent. Valt die onder het Amerikaanse, Europese sanctierecht of valt die na december 2020 onder het recht van het Verenigd Koninkrijk? Zorg dat je daarmee bekend bent. En wat moet je dan concreet doen? Allereerst screen je klanten, eindgebruiker en voor zover bekend hun eigenaren tegen EU, Amerikaanse sanctielijsten. Dat is dan ook wel weer onderdeel van een risicogebaseerde benadering door bijvoorbeeld financiële instellingen. Maar daarbij kun je gebruik maken van vrij beschikbare lijsten, maar ook intern beschikbare software is daar eventueel, zoals bijvoorbeeld LexisNexis, is daar geschikt voor. En zorg ervoor dat je dat onderzoek deugdelijk doet. Controleer of de goederen of de diensten strategisch zijn, vallen ze onder exportcontroleregelgeving, vallen ze onder het sanctieregime. Zijn de producten van Amerikaanse origine en zijn ze ook daar eventueel gecontroleerd? Wees bekend met de producten die je uitvoert. Controleer of er beperkingen gelden tegen het land van bestemming en het eindgebruik. Vraag bij sanctielanden om eindgebruikersverklaringen of neem dit mee in de overeenkomst die je sluit met je klant of eindgebruiker. Maak duidelijke afspraken over het eindgebruik, de eventuele doorlevering, de re-exporten als je te maken hebt met Amerikaanse goederen. En eventueel ook maak duidelijke afspraken over de betaalstromen. Ja, en wij adviseren eigenlijk ook wel, ga voorafgaand aan de transactie in gesprek met je bank. Want op dit moment hanteren banken nog wel eens een verdergaand beleid dan wat wettelijk noodzakelijk is. Het zou erg vervelend zijn indien een transactie niet financieel tot stand kan komen, omdat uw bank de transactie met dat specifieke land niet toestaat onder het eigen beleid.
En dat zou toch erg vervelend zijn indien je daarachter komt na afloop van de transactie. Indien je de producten hebt geleverd en dan betaald wilt krijgen. Het is beter om dat gesprek voorafgaande te voeren. En bij aanhoudende twijfel niet oversteken. Ja, dat is eentje uit doorgedegen onderzoek. Maar als je op momenten twijfel hebt over de antwoorden die je krijgt in dat onderzoek of de uitkomsten van het onderzoek zijn niet duidelijk, dan is het misschien beter om een transactie, van bijvoorbeeld een transactiewaarde van €500 af te zien indien dat een land als Iran betreft. En dan eerst nog verder onderzoek te doen voordat je die transactie wel aangaat. Ja, dankjewel. Oh. Ik had nog even een paar vraagjes die ik toch. Ik krijg ze niet allemaal waarschijnlijk gesteld, want we moeten een beetje op de tijd letten. Maar want jij greep net weer even terug naar die elektronica producent met zijn €500 aan productjes. Is al bekend wat hij voor een boete heeft gekregen hiervoor? Ja, dit was een voorwaardelijke geldboete ja. Die hij heeft opgelegd gekregen van. Volgens mij onderbij de €5.000. Ah, oké, dus er is wel enigszins rekening gehouden met het feit dat er wel controle was, maar dat ze dus op het laatste moment de verkeerde lijst. Dus ja, de OM heeft hier wel. Een... Ja, uiteindelijk op dat moment werkzame directeur was niet bij de transactie zelf betrokken, maar was wel de verantwoordelijke binnen het bedrijf. Op het moment dat deze strafzaak zich afspeelde. En die moet zich dan wel komen verantwoorden in het strafbankje. En ja, dan sta je daar dus wel als individu uitleg te geven aan een rechter. En ja, de voorafgaande nachten, voorafgaande aan die rechtszaken waren niet erg... daar heeft hij niet heel veel slaap gehad. Begrijp. Maar mag ik in de lijn van dit... Wat is de rol van de, zeg maar, de betaalinstantie die hier tussen zou hebben moeten zitten? Die moet toch ook checks doen? Ja, nee, je doet daar bijvoorbeeld op een bank mee wat hun verplichtingen zijn. Ja, kijk, ja. De bank heeft natuurlijk zijn eigen verplichtingen om na te gaan of inderdaad betalingen zijn toegestaan. En die zullen ook hun screenings moeten doen. Ik kan me voorstellen, of dat was in deze kwestie ging het om een betaling van €500 die er toevallig doorheen is gekomen. Maar in principe heb je als bedrijf gewoon je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan met wie je handelt en of dat is toegestaan of niet. En een bank kan daarin bij staan, maar in principe is het niet de SEC, de verantwoordelijkheid van de bank om jou als professioneel handelende onderneming aan de hand te nemen in de naleving van geldende wet en regelgeving. Ja. En daar is een rechter ook wel erg streng in. Argumenten van ja, ik wist het niet of mijn bank had het moeten zien. Dat soort argumenten zullen heel snel van tafel worden geveegd door een rechter die dan echt zal zeggen van ja, u bent een professioneel handelend bedrijf. En u dient bekend te zijn met geldende wet en regelgeving. En hoe u dat inricht, dat is aan u. Maar ja, voor sanctieregelgeving nogmaals, dat is rule-based. Als die regelgeving op jou van toepassing is, omdat je handelt met een land als Iran, dan moet je je daar aan houden. Dat is dan heel zwart-wit. Ja, duidelijk. Ja, vandaar dat dus banken en instellingen dus ook zelf, los van de wetgeving, verder kunnen gaan in hun eventuele monitoring transactiebeleid. Ja, dat heeft denk ik ook wel meer te maken met de aanwezigheid van heel veel financiële instellingen en banken op de Amerikaanse markt. Mm-hmm. En hun angst, al dan niet reële, om daar... het is een heel reële angst om daar vervolgd te worden voor overtredingen die begaan worden door klanten van de bank. Ja. En waar de bank dan verantwoordelijk voor wordt gehouden. En dat is in het verleden met vrijwel elke Nederlandse systeembank al gebeurd. Dus ja, die angst, die kan ik wel... die is te rechtvaardig. Ja, helder. Hoe vervelend ook dan niet voor sommige bedrijven.
Nou, ik denk dat we nog uren kunnen doorpraten eigenlijk. Maar ik wil het hier toch omwille van de tijd ook bij stoppen. Nou, dank in ieder geval voor alle vragenstellers. Maar jij natuurlijk sowieso onwijs weer bedankt weer, Sebastiaan, voor je heldere en duidelijke verhaal in je toelichting. Dat is toch altijd wel weer bijzonder hoe je dat tot leven brengt. Dus dank daarvoor. Als het goed is, komt er zometeen. Nou, je ziet hier in ieder geval even de contactgegevens van Sebastiaan en zijn mede-collega Amar, Ivo Amar. Mocht u vragen hebben over het sanctiegeld, neem gerust contact met ze op, want ze weten daar natuurlijk, zoals je net al hoorde, alles vanaf. Nou, zometeen komt dan de poll nog in beeld van nou, of je inderdaad wat meer informatie wil van ons, van Sebastiaan en Ivo, of nou, noem maar op. Dan wil ik iedereen bedanken die heeft toegeluisterd en vragen heeft gesteld voor zijn aanwezigheid. En wijs ik erop dat we natuurlijk, zeker, dat doen we eigenlijk altijd al, maar in deze coronaperiode natuurlijk sowieso, wij rollen veel meer webinars uit over heel veel onderwerpen. En soms zijn ze, zoals nu, heel informatief. En soms zoomen we ook in op systemen van ons. Zo zijn we bezig om in ieder geval voor de volgende keer of een van de volgende keren een heel systeem webinar te maken over Lexis Diligence. Een tool waarmee je bijvoorbeeld zo'n hele sanctielijst zou kunnen checken en je klant kan checken van hey, hoe gaat hij ermee om en hoe werkt hij ermee. Nou, dat gezegd hebbende ga ik denk ik afsluiten en wil ik iedereen een fijne dag wensen. Ik ga nog even kijken of we de presentatie naar alle aanwezigen kunnen toesturen. Dus daar kom ik nog even op terug. En ik kijk ook even, we gaan ook nog even kijken naar de vragen. In hoeverre we daar nog antwoorden kunnen vinden. En zullen we die ook nog terugkoppelen. Dus daar komt toch een follow-up op. Nou, dan sluit ik nu af. En dan wens ik u een fijne dag. En dan dank ik iedereen voor het luisteren. En Sebastiaan, dank je voor weer een mooi webinar. Graag gedaan.